voelde ik ook wel. En die woonden aan het oppervlakte van de zeespiegel of van de meren. En die moesten zich daar voeden. Maar die algen die waren ook heel gevoelig voor de UV-straling van de zon. En eigenlijk liepen ze daar veel schade op. En moesten ze naar diepere zeelagen duiken nog voordat de zon opkwam. Als ze zouden reageren op de zon waren ze eigenlijk al te laat. Dus ze moesten een inwendig mechanisme hebben waardoor ze naar diepere zeelagen konden gaan nog voordat de zon opkwam. En toen, op dat moment, is de biologische klok ontwikkeld. En de belangrijkste functie van de biologische klok is dat je daarmee kan anticiperen op veranderingen die nog gaan komen. Je volgt niet alleen maar passief, je anticipeert. Nou, dat wisseling in licht en donker die er op aarde is, die is heel goed te zien. Bijvoorbeeld hier is een foto van een van de Apollo maanvluchten die genomen is van de aarde. En je ziet heel goed dat de aarde aan één kant verlicht is en aan de andere kant donker is. En dat is altijd zo geweest vanaf het begin van het leven. Nou, dieren en planten hebben zich ontwikkeld en hebben zich daardoor aangepast. En eigenlijk is iedereen geoptimaliseerd. Ofwel om lidsterktes te kunnen zien. Maar de meeste nachtdieren hebben het eigenlijk gewoon opgegeven. Zijn nagenoeg blind en gebruiken vooral hun geur, hun gehoor, tastzintuigjes via de snorharen. En voor hun is dat hele visuele systeem helemaal niet zo belangrijk. Nou, in laboratoria doen we dus ook in ons werk. Maar de vraag komt dan op, ja, dat gebruik van zo'n wiel in zo'n kooi, is dat niet een beetje wat ziekelijke reactie op gevangenschap? Er zijn de stromingen in de biologie ontstaan die dat zwaar hebben veroordeeld. Daarom heb ik in mijn achtertuin een wiel geplaatst, dat jullie hier kunnen zien. En dit is niet een echte kooi, het zijn tralies, zodat er geen hele grote dieren binnen kunnen komen. En de muisjes kunnen hier vrijelijk in en uit lopen. En ik had eigenlijk hier alleen nog maar de vraag van, nou, als die muisjes hier in die tuin lopen, gewoon wilde muisjes, gaan ze dan eigenlijk in zo'n wiel lopen? Nou, dan komt hier zo'n muisje. Die muisjes gaan vrijwillig in een wiel lopen. Deze studie van mij heeft meer aandacht getrokken wereldwijd dan alle andere studies bij elkaar. Er was op een gegeven moment op YouTube ook de hit. Het gaat op de huisje nog alles onderzoeken. Dus het is grappig, maar het is ook belangrijk geweest. En als wij dan dat activiteitsritme van zorg, dat is voor ons ook makkelijk. En dan zien we dat een muis vooral nachtactief is. En als hij dan vanaf deze lijn op continu donker wordt gezet, heeft hij dus geen iets dan 24 uur. Dus iedere dag wordt dus een beetje eerder actief. Maar je kan de lineaal er langs leggen. Er is een variatie van de dag doorgelopen. En daarom voelen we ook een overschouwing van zomertijd naar wintertijd. Andersom, dat voelen we wel. Het is een kleurtje. Het is in onze hersengebieden, in de hormoonspiegels, in cortisol. En als je die bijvoorbeeld zou meten in ons bloed, dan zou je zien dat die al tijdens onze slaap langzaam gaat stijgen, die cortisol. Nog voordat we wakker zijn geworden, is die dan al redelijk gestegen. En die hebben wij nodig om actief te kunnen zijn. Dus ook daar is alcohol. Nou, dat is belangrijk, want als je denkt aan een chirurg die 's nachts een operatie moet doen, dan doet hij dat eigenlijk met een prestatievermogen alsof hij overdag 2 glazen wijn heeft gedronken. Of als een piloot een vliegtuig aan de grond zet, dan doet hij dat in de nacht op een manier alsof hij 2 glazen wijn op heeft overdag. Dus dit zijn zaken die vooral in functies die heel wat van ons vergen, ook heel serieus genomen moeten worden. Temperatuur weet bijna iedereen, dat is 's ochtends wat lager dan aan het eind van de dag. En waar we nu ook erg in geïnteresseerd zijn, is dat ook de gevoeligheid voor medicijnen van deze 24-urige fluctuaties vertoont. Nou stond er vorig jaar in de NRC een artikel over het voordeel van thuiswerken. Er stond deze foto, anticiperen op alles. Maar opeens zitten wij dit uitwendige ritme te ontbreken en zitten wij onszelf aan licht bloot te stellen op het moment dat er eigenlijk geen licht had moeten zijn. Nou, dit is niet alleen in Nederland of in de westerse wereld zo. Dit is door de hele wereld heen het probleem. Wij doorbreken dat natuurlijke dag-nachtritme. En de vraag is een beetje, is dat nou ongezond of niet? Hierbij zie je de draaiing van de aarde
En het licht wat op de verschillende plaatsen op de aarde wordt uitgezonden, is hier wel versterkt weergegeven. Maar je ziet dat er in grote mate gesjoemeld wordt met het natuurlijke lichtdonkercyclus ook.